Nico! Nico! Ja? Binnen! Ben je thuis? Ja! Tada! Moet je kijken, ik heb nou toch een fantastisch idee. We gaan de prijs uitreiken voor de beste begeleider van 2011. En volgens mij is dat Luc. Ik vind ook dat Luc de beste is, maar hoe meet je dat? Ja, we moeten het niet zo moeilijk doen. Hij is toch gewoon de beste? Als begeleiders dat zo zouden doen, is dat niet professioneel. Professioneel is pas als we dat... Als we daar wat over afgesproken wordt. Bij Renade doen we dat met pro. Ja, oh, ja, pro. Hier. Oh. Dit formulier gebruiken we in de cliëntenraad. Professioneel, respectvol. En ondernemend. Ondernemend. De P, de R en de O. Oh ja, professioneel. Professioneel houdt in. Werk op een... Eenduidige wijze met mij. Dat begeleiders die bij Renarde werken op dezelfde manier werken. Ja. En dat alle begeleiders die bij Renarde werken gewoon op dezelfde manier met jou omgaan. Ja. Ik ga meteen even bij Luc kijken hoe professioneel hij is. Ja. Hey Dick. Hoi. Heb je even? Tuurlijk, kom binnen. Ja? Kan ik voor je doen? Nou, ik... Ik zou het wel met je willen hebben over hoe ik wat meer vrienden zou kunnen krijgen. Oké, nou, geef lekker zitten. Wat wilde je ook weer precies? Vertel nog eens. Ik zou het wel leuk vinden als ik wat meer vrienden had. Oké, dat kan. Daar hebben we binnen Renarde een netwerkcirkel voor. Oh ja. Ja. En dat gebruik je bij iedereen? Ja, wel voor dit soort dingen. Oh ja. En wie ken je al? Wie kan ik al opschrijven? Karin, Hans, Peter. Oh. Het probleem is al opgelost. Het probleem is al opgelost. Ja, echt top hoor, die Luc. Die is echt heel professioneel. Ik ben het wel met je eens. Ja. Nou hebben we de P behandeld. Ja. En nou gaan we naar de R van respectvol. De R van respectvol. Respectvol. Oké. Okay. Luister naar mij. En blijf met mij in gesprek. Goeie begeleiders, die blijven gewoon naar je luisteren. Hallo met Dick. Hoi, hoe is het? Met Dick. Oh, wacht even hoor. Ja. Dat is nou niet respectvol. Je zit te bellen, terwijl we aan het praten zijn. Ja, sorry, je hebt wel gelijk. Ik bel je terug. Doeg. Ja. Sorry Nico, ik zal het... Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Weet je, ik ga even bij Luc kijken. Ja. Hoe hij dat doet met respect. Goed. De rooster is helemaal veranderd. Ik werk nu maandag van 12 tot 8 en dat komt nog goed. Hey, Dick, kom binnen. Is het goed als ik jou zo meteen even terugbel? Ja, is goed, tot zo. Hey, Dick, wat kan ik voor je doen? Nou, ik word nog wel eens geplaagd. Zullen we het er even over hebben? Ga even lekker zitten. Ik word steeds geplaagd de laatste tijd. God, vervelend. Kan je er wat meer over vertellen? Wie en wat dan? Hoe dan? En ja, wie? Dat is heel vervelend. Het probleem is al opgelost. Nou, hij is echt goed hoor, Luc. Heel respectvol. Ik ben het wel met je eens. We hebben nu de P gehad van professioneel, de R van respectvol... En nu zijn we bij de O van ondernemend. Zo. Neem initiatief en ondersteun mij om te ontdekken. Ja, ja, dat vind ik ook. Goede begeleiders die ondersteunen jou in het doen van nieuwe dingen. Ja, zoals jij die prijs nou hebt bedacht, dat vind ik zeer ondernemend. Ja, wel, maar goed, ja, dat is niet... Ik ga even bij Luc kijken hoe hij dat doet, ja? Ja. Hey Luc. Hey Dick. Ik ben op toe naar de volgende stap. Ik wil zelfstandig gaan wonen, maar... Oh ja. Maar oh ja. Maar hoe pak ik dat nou aan? Maar hoe pak ik dat nou aan? Een bouwtekening. Nog even lekker zitten, dan gaan we het er even over hebben. Ja. Kijk,
Dit zou ik wel willen. Oh, prachtig. Mooi zo, dat huis. Mooi. Ja, prachtig, man. Wat prachtig. Wat een fantastisch idee. En hoe pak ik dat nou aan? Nou, misschien kunnen we er een werkplan voor gaan schrijven. Ik weet het al. Jongen, zo ondernemend. Hij is professioneel, respectvol, ondernemend. Die prijs, hè, deze prijs, die heeft hij echt dubbel en dwars verdiend, hoor. Daar ben ik. Ja. Ik ben het wel met je eens. Uniek is dan de volgende, denk ik. Die komen in de volgende naar kijken. Oké, uniek en dienstverlenend. Ja. Hartstikke leuk, fantastisch toch? Wat een belevenis.